Beste dames en heren, hartelijk welkom op Rotterdam Te Heek Airport. Het is vandaag 10 september 2022 en ik ben hier samen met mijn collega Thijs gekomen om zorg te dragen voor de verstrooiing van de as van misschien wel uw dierbaren boven zee met een vliegtuig. Wij zijn op dit moment nog bezig om alles gereed te maken voor vertrek. Het vertrek staat gepland om 12.30 uur lokale tijd. Een half uur later dan gepland. Eigenlijk een dag later dan gepland, omdat gisteren de weersomstandigheden dusdanig slecht waren dat wij niet veilig konden vliegen. En daardoor hebben wij deze asverstrooiingsvlucht verplaatst naar vandaag. Het weer ziet er goed uit. Alleen op de Noord-Hollandse kust was het nog even de vraag of de bewolking zou wegtrekken. En dat is, zoals wij het kunnen zien, wel het geval. Wij zullen straks vertrekken richting Kijkduin. Daar de zee op vliegen en dan als eerste plaats, kustplaats, Scheveningen aandoen. Daar zullen wij boven, ter hoogte van de pier, een cirkel vliegen als groet aan nabestaanden die daar eventueel op het strand staan of op de pier zelf. En na deze groet zullen wij een mooi plekje opzoeken ergens op zee om daar zorg te dragen voor de verstrooiing van de as. We zullen tijdens de verstrooiing blijven cirkelen. Dat kunt u ook terugzien in de route die wij opnemen. Mijn naam is Sebastiaan Smit. Namens Aqua Omega wens ik u sterkte, een mooi en onvergetelijk afscheid. Swallow whole.
careful, we circle before we all go under. All these things, I want this one.